Goedenavond en welkom bij de Midnight Movie Review, de top 25 van de beste horrorfilms van de jaren 80. We zijn alweer bij de nummer 2 in de toplijst aanbeland. En nummer 2 is een film die mij eigenlijk al, voordat ik hem zag, heel erg lang achtervolgde. Dat begon ermee toen ik een jaartje of 11 was. En ik was altijd heel bang voor nachtmerries. Hele nare nachtmerries gehad. En toen zag ik ooit een poppetje van een man. Met een rood-groene trui. Messen als vingernagels. En een hoed. En daarbij een helemaal verbrand gezicht. En daarbij werd het verhaal verteld. Dat deze man, volgens de filmserie waarin hij voorkwam, 's nachts in de dromen van jonge mensen kwam. En dan in die dromen met de nagels ze kapot maakte. Nou, dat was voor mij al zo'n naar idee met zo'n naar beeldje. Dat ik de komende week er 's nachts voor het slapen maar niet aan moest denken. En dat doe je dan toch. Ik voelde heel naar. Heel naar. Toen, 3 of 4 jaar later. Nee, iets minder. 3 jaar later, toen ik 14 was. Begon ik me wat meer in film te interesseren. En toen kreeg ik op een gegeven moment van iemand een kopietje. Van een dvd'tje met daarop de film A Nightmare on Elm Street. En ik vond het een heel naar idee om die film te gaan kijken, want ik was nog steeds nogal gevoelig voor nachtmerries. Goed, ik stopte hem in de dvd-speler. Ik dacht, weet je wat, ik begin gewoon met de extra's. Als ik de extra's prima vind, dan kan ik de film ook zo kijken. Dus ik kijk de extra's. En in de extra's legt Wes Craven ons uit dat het idee voor deze film kwam van krantenartikelen die hij had gelezen, waarin jonge mensen in hun slaap, die getraumatiseerd waren door de Cambodja-oorlog, maar dat vertelde hij er dan weer niet bij, stierven. Hij vertelde zelfs het specifieke verhaal van een jongen die weigerde ooit nog weer te slapen, want zijn nachtmerries waren te heftig. Hij nam een pot koffie mee onder zijn bed en heeft 3 nachten lang niet geslapen, doordat hij beneden op de bank in slaap viel. Zijn vader tilde hem naar zijn bed. De volgende dag werd hij niet meer wakker. Was hij dood. Nou, toen was ik al zo gechoqueerd door de extra's. Ik dacht, nou, als ik hier nou na van ga dromen, dat moet ik niet hebben. DVD'tje weggelegd. 3 jaar later heb ik hem pas opgepakt en gekeken. En toen heb ik zelfs nog het geluid uitgezet. Want ik vond het te eng. Ja, het is, ik heb het net al gezegd, A Nightmare on Elm Street. Op 2 na engste film van de jaren 80. The kids of Elm Street don't know it yet. But something is coming to get them. There's something out there, isn't there? You could just see cuts happen. What did that, Lieutenant? I don't know. Tina! Is the coroner got to say? He's in the jaw and puking since he saw it. They're gonna kill me for sure. Did you do it? There was somebody else there. He was locked in a room with a girl who went in alive and came out in a rubber bag. No one knows where it came from or who it will visit next. A Nightmare on Elm Street vertelt het verhaal van de jonge Nancy. In haar buurt sterven mensen in hun slaap. Sterven niet gewoon. Er wordt 1 meisje volledig opengereten gevonden. Nou ja, vriendje wordt verdacht, vriendje heeft een strafblad, vriendje gaat de gevangenis in. Maar ze komt erachter dat het misschien wel iets te maken heeft met een kindermoordenaar die vroeger op Elm Street woonde. En waarbij hun ouders een kwalijke rol hebben gespeeld in het wegwerken van de man. Wie is deze Fred Krueger? En wat is er precies aan de hand? Do you believe in the boogeyman? No. Whatever you do, don't fall asleep. No! No! She's the only one who can stop it. If she fails, I'm your boyfriend now, Nancy. No one will survive. A Nightmare on Elm Street is werkelijk
waanzinnig. Ik heb hem het vallen van de week op Blu-ray gekocht. Ik ga hem waarschijnlijk vanavond weer kijken. Want het is een film die zo lekker opgebouwd is. Dit is een film waarbij ik echt regelmatig vol van angst heb gezeten. Dit is een hele lekkere slasher. Dit is een horrorfilm die doet wat hij moet doen. Nachtmerries bezorgen. Zo heftig rammen dat je nachtmerries hebt. Het is ook een hele creatieve film. Dit sprak mij toen nog veel meer aan. Toen ik in het begin, toen ik nog jong was. Het sprak me toen veel meer aan dan bijvoorbeeld een Friday the 13th. De kills in A Nightmare on Elm Street zijn vele malen extravaganter. Het hoofdpersonage, de killer, is veel enger. Dit is een man die uit is op puur sadisme. Freddy Krueger is het pure sadisme. Bijvoorbeeld volgens mij in de film Freddy vs. Jason, of zelfs al in deze film, zie je ook wat hij met die kinderen deed. Dat hij die messen slijpt en als een jong meisje kijkt, nou, dat is het gruwelijkste wat je in kunt denken. Een kindermoordenaar. En dat wordt in deze film helemaal uitgebuit. Totdat je echt niks meer overblijft dan nachtmerries. En dat is zo prachtig. Ja, wat moet ik er nog aan toevoegen? Het is een geweldige soundtrack. Geweldige sfeer. Dat kan ik ook bij iedere film zeggen. En dat is ook bij iedere film zo. Maar een Nightmare on Elm Street is vooral eng. Is vooral heerlijk. Denk aan de scène in bad. Zo'n creativiteit kun je gebruiken als je killer in de dromen beweegt. Er kunnen opeens spontaan dingen gebeuren die je niet ziet aankomen. En die totale waanzin, die totale crossover tussen het realisme en het surrealisme, wat dan weer zo mooi gevangen wordt in het feit dat iedereen droomt. Dat is dus ook weer realiteit. Iedereen droomt. Maar in dus dat surreële van die dromen kan weer van alles gebeuren. En dat heeft dan weer direct gevaar. Dat heeft dan weer van een direct gevaar op je leven. Ja, dat is een hele leukere scheidslijn. En daar is heel veel in te spelen. En door die enorme vrijheid is deze franchise ook heel erg goed geworden. Ik vind de Freddy Krueger franchise, de Nightmare on Elm Street franchise, echt sterk. Deel 2 is een zeer vermakelijk slasher. Deel 3 lanceerde de carrière van Frank Darabont. In ieder geval, hij schreef daarbij het scenario. 4 vond ik minder. 5 ben ik ook geen enorme fan van. Maar 6, wanneer wij, volgens mij is dat Freddy's Death of zo. Alles is zogenaamd de dood van Freddy. Maar dat is dan weer zo over de top. Met zoveel creativiteit en met zoveel twists. Daarin wordt gewoon op een gegeven moment iemand vermoord met een in een drugstrip op Una Garda Vida. Die totale creativiteit. En dat zou dan het laatste deel zijn. En er zit ook weer een kleine rol in van Johnny Depp. Want A Nightmare on Elm Street lanceerde ook de carrière van Johnny Depp. Het is heerlijk. Het is over top. Het is groot. En de laatste film, A New Nightmare, die Wes Craven weer zelf heeft geregisseerd, vind ik ook waanzinnig. Dat is een hele lekkere verse twist waarin Freddy Krueger wraak neemt op iedereen die in de franchise heeft meegewerkt. Dus hij komt langs bij Robert Englund en bij Wes Craven en bij Heather Langenkamp, die in deze film Nancy speelt. Zo'n vrije serie, zulke vrije films, ja, dat kun je alleen maar belonen. En dit is prachtig. Dit is Halloween, dit is horror, dit is precies wat het moet zijn. Verder heeft Wes Craven in de jaren 80 ook nog de Serpent and the Rainbow gemaakt, waarbij ik het heel erg triest vind dat ik die niet in de lijst heb kunnen opnemen. Hij viel er ook echt net buiten, maar dat is misschien op artistiek niveau wel een van de hoogtepunten van Wes Craven. Want het is allemaal niet heel erg bloederig, maar dat is een zombie voodoo film met hele nare dingen, hele nare levend begravende scènes. Dus ga die ook kijken. Hou vanavond gewoon een Wes Craven avond, maak een double feature thuis met The Serpent and the Rainbow, maar bovenal met A Nightmare on Elm Street. Check it out. Nightmare on Elm Street.